No. Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vrijdagavond en ik ben naar beneden aan het lopen. Ik ga bij Imperial eten, want een vriend van mij, Joseph, is vandaag jarig en we gaan zijn verjaardag vieren. Ik zit gezellig in de auto met de Klibanskis. En ja, we gaan dus gezellig bij Imperial eten. Wat vinden jullie van mijn nieuwe haarkleur? Ik ben heel blij dat je eindelijk mee bent. Dat vieze, die vieze uitgroei eruit. Prachtig. Wow. Loop! Oh mijn god. Je gaat nog eens een ongeluk krijgen. Nee joh. En wellicht gaan we nog wel uit. Wellicht, je weet het niet. Je weet niet hoe, hoe gek het kan lopen. Doei. Good morning guys. Zaterdagochtend. En we zaten alle meisjes en Suus in de auto waar de meisjes moeten slapen. Alleen dat willen ze niet. Ik heb gisteren niet meer gevlogd op de verjaardag van Joseph. Ik was het vergeten, ik had mijn vlogcamera bij me. Jammer. Zo jammer. Zo het was echt heel gezellig. We waren bij Imperial gaan eten en ja, we hebben gewoon een superleuke avond gehad. En nu gaan we naar het strand met de girls. En Valentien komt straks ook met haar jongens. En gaan we lekker de hele dag chillen, eten. Ik heb er ook zin in. Ik heb er ook helemaal zin in. En dan gaan we gezellig een sleepover doen bij Suus. Want Suus, haar man, is een week aan een business trip. Dus we doen even een girls night gezellig. We hebben er zin in. Wij zitten lekker op het strand. Heerlijk Noortje. Gisteren lekker uit geweest. Ik was niet mee uit. Nee. Jij bent naar huis? Ik ben om 12 uur naar huis gegaan. Maar het was wel heel leuk. Alle kiddies zijn er lekker. Olly. Oh, daar komt het ijsje aan. Het is dark. Een broodje pitello. Wij zitten weer in de auto terug. Gisteren nog en Olly haar kiezen komen door. Echt super zielig. Kijk, ze liggen lekker te slapen achterin. Zo lief. Dus we gaan even een chill avondje houden. En ik denk vroeg naar bed. Oh, ik ben echt gewit als een nacht. Ik lijk me wel een enge clown. Ik ben wakker geworden en we hebben een sleepover gehad met de girls. En iedereen heeft super goed geslapen. Hoi Olly. Zeg maar goedemorgen. Goedemorgen. Oh, we gaan nu lekker in Bussum gaan we croissant eten. Hey guys, ik heb echt een mega strakke gabberknot in. Maar ik ben weer thuis. En het is hier één grote bende. Dus ik ga opruimen. En dan ga ik straks met Olivia. Ik zie er zo raar uit met dit haar wat helemaal zo gebleekt is. Ik ga opruimen. En dan daarna ga ik naar Kay en naar Lua. Die heb ik echt al 2 weken niet gezien. Dat is voor mij nog extreem lang. Dus ik heb er heel veel zin in. En ik ga mijn koffer inpakken. Want morgen moet ik werken. En ik ga dinsdagochtend naar Florence. Dus dat ga ik doen. Maar ik wil niet te veel meenemen. Eigenlijk wil ik alleen maar handbagage inpakken. Ja. Dus dat ga ik doen. Oké, dit is al de mes van het dogeren. Koffer die ingepakt moet worden. En deze mes... En ik heb mijn pyjama. Ik moet me zo wel aankleden, maar nu geen zin in. Hey guys, good morning. Het is maandagochtend. En gisteravond ging ik naar Keetje en Lua. En ik was mijn vlogcamera kwijt. En die heb ik net in mijn kast gevonden. Super handig. Maar goed, het is dus maandag. En ik ben de hele dag best wel duizelig. En ik vraag me af waardoor dat komt. Ik had al van het moment dat ik opstond. En ik heb nu nog steeds een soort van wazig duizelig gevoel. But I don't know why. In ieder geval, ik ga naar beneden. Olivia is even in Artis met Sander. En die komen zo terug. En dan gaat Sander moet naar de studio. En ik ga dan naar afspraken toe. Dus dat is ons plan. Ik zou wel nog even mijn haar doen. Ik had heel veel mensen die vroegen weer om een haarroutine. Omdat het nu wat korter is. Dus dat zal ik zo eventjes laten zien. En voor de rest moet ik vandaag echt opruimen. Ik zou dat gisteren gaan doen, maar ik heb het niet gedaan. En ik ga morgen dus naar Florence. En ik wil nooit dat als ik op reis ga, dat het huis achterblijft als een troep. Wacht. Ik ga het even hier neerzetten. Dus vandaag is de dag dat dit moet gaan gebeuren. Ik ga even vitaminepillen slikken, denk ik. Ik neem dus biotine heel vaak. Voor haar en huid.
kan ik wel gebruiken. En vitamine B12. En het is vandaag wel wat kouder buiten. Dat is wel lekker. Wordt een beetje moe van dit. En ik keek net naar het weerbericht op Florence. En daar staat dat het alleen maar gaat regenen. Dus dat is niet zo fijn. Ja. Wordt verder. Ik zal Olly zo even filmen. Olly kan zo goed praten. Het is echt niet normaal. Ja, ik ben wel een beetje moe. Maar goed, ik heb afspraken. Moet ik foto's maken voor een betaalde samenwerking voor Instagram. En dan wil ik eigenlijk eventjes, het is nu 9:30, wil ik eigenlijk om 1 uur naar Mo. Want Monica is verhuisd. En de kinderkamer is klaar. En ik wil heel graag even naar haar nieuwe huis kijken. Dus ik denk dat ik dat straks eventjes gezellig ga doen. En nu ga ik de vaatwasser in en uitruimen. Echt, als je kinderen hebt, het is gewoon niet normaal. Je kan blijven opruimen. Het blijft gewoon zo'n enorme bende. Dat is echt niet normaal. Hi all, kom, we gaan naar boven. Ga je mee naar boven? Nee, we gaan naar Kay. Gaan we naar Kay? Maar we zijn gisteren bij Kay geweest. En Lua. Baby Lua. Ga mee? Je haar zit wild. Moet ik je tillen? Wat doe je? Ben je een baby? Ben je een baby hier die kruipt? Nou. Oké, guys. Ik zal even laten zien hoe ik mijn haar nu doe. Het is nu natuurlijk wat korter. Ik twijfel nog wel of ik het korter houd trouwens. Ik krijg er wel veel complimenten over. Maar ik merk wel zelf dat je iets minder ermee kan. Maar goed. Het is een beetje vet. Dit is denk ik dag 3 haar. Dus ik ga beginnen met droog shampoo. En ik ben de krultang ben ik aan het laten warmlopen. Ik gebruik deze. Een oude van Remington. Geen idee wat het is. 1 maatje groter dan denk de standaard maat. Ja. Ik heb dus deze nieuwe droog shampoo net ontdekt. Colab. Dat is een Engels merk. Die nu in Nederland ook is. Bij de Kruidvat te koop. Om alvast te beginnen. In week 24 en 25, dus dat is nu. Is er 1+1 gratis. Dus dan heb je voor €5,99 geloof ik uit mijn hoofd. Heb je er 2. En ik koop altijd soms wel 6 droog shampoos. Omdat ik dat in tassen gooi. Auto, wherever. Maar goed. Ik gebruik deze en ze laten dus geen wit achter. Want dat staat bij mij op dit moment heel lelijk omdat ik net mijn haar geverfd heb. Als het dan maar wit boven is, is het niet zo mooi. Dus dit is echt top. En ze ruiken heel lekker. Ik heb ze allemaal geruikt. Ik ga denk ik vandaag deze gebruiken, de Paradise. Wat voor momenten gebruiken jullie trouwens droog shampoo? Ik gebruik het denk vanaf, ik was heel vaak mijn haar dus maar 1 keer per week. Dus ik doe zeg maar mijn haar wassen. Die dag daarna is nog oké. En die dag daarna, dus dag 3, begin ik droog shampoo te gebruiken. En dan doe ik het op dag 3, 4 en 5. En dan meestal was ik het dan ongeveer. Ik ga dus deze gebruiken. Deze. Die ruikt zo lekker met mijn kokos. Wat ik doe, is doe ik in de middenscheiding. En dan maak ik hier nog scheiding. Hij geeft trouwens ook echt heel veel volume. Dat is echt super fijn. Zo. Lekker. Gebruik je trouwens droog shampoo alleen om je haar te verfrissen dus ook als stylingproduct? Want ik gebruik het dus eigenlijk ook als stylingproduct. Ik heb soms als ik mijn haar gewassen heb dat ik zeg maar dat soms net plat zit. Dat doen trouwens heel veel meiden, want heel veel meiden die ik ken doen dit. Dan zit het zeg maar plat en dan doe ik dit er dus in voor extra volume. Dat kan natuurlijk ook. Dus ik ga beginnen met krullen. En ik pak meestal zulke plukjes. En ik doe dus vaak de onderkant dus niet mee, want dat vind ik niet mooi. Oh. Ik heb zo vaak mijn nek trouwens verbrand terwijl ik dit aan het doen was. Ik denk dat ik hem even versneld aangezet, anders dan kijk ik jullie morgen nog naar de vlog. We'll be right back.
Oké, allebei de kanten gekruld. En ik kam het dan altijd dus nog even uit. En dan doe ik het in een middenscheiding. En dat is hoe ik mijn haar op het moment doe. En ik doe ook best wel vaak trouwens het zo. Dat vind ik ook nog steeds heel erg leuk. In zo'n half hoge staart. Ik ben net even op afspraak geweest. Kijk. Mackie besteld. We gingen dus thuis weg. Toen zagen we een muis lopen in huis. Ik ga echt nu honderden vallen zetten en een kat kopen. Ik ken dat deal. En guys, ik ga ook even de vlog afsluiten, want het is alweer maandag. En ik hoop dat jullie het leuk vonden dat er weer een tweede vlog is deze week. De volgende vlog wordt Vlodans, want daar ga ik natuurlijk vloggen. Waar we morgen naartoe gaan. En ik had gezien onder de vorige vlog dat er heel veel vragen waren over of ik rook. Omdat iemand een pakje sigaret had gezien aan mijn kant van de tafel. En ik heb heel lang gerookt vroeger. En ik ben heel lang gestopt geweest. Maar door een beetje stress rook ik de laatste tijd weer. Niet veel. En ik weet dat het echt super, super, super slecht is. En ik ga ook echt zo snel mogelijk er weer mee kappen. Hopelijk binnen nu in 2 weken. Maar goed. Vragen op mijn DM en onder de vlog stroomde binnen. Dus ik dacht, ik beantwoord het eventjes bij deze. Dus weet jullie dat. Don't hate me, don't dumb down. Gewoon een mens. Oké, ik ga de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ik zie jullie zondag weer.